Zo leuk, ik ben hier in Sluis bij Tine de Bruin. Hoi. Goedemiddag. Wat leuk om je hier te zien. Ja, vind ik ook. Kan je iets vertellen van het schilderij wat je gemaakt hebt? Ja, dit is een samenwerking met Peco. Peco en ik werken al heel veel jaren incidenteel samen aan een schilderij. Ja. En Peco die is dol bijvoorbeeld op inkt om dat te gebruiken. Dus deze vormen die hebben we gemaakt met inkt. En daardoor heb je een soort houvast, hè, een ruimte waarbinnen je dan met een paletmes grove structuren kunt maken. Dat vind ik leuk. Hier zitten schelpen op in natuurtinten, hier ook. En ja, als je dan ook met goud werkt, zeg maar, dan komen die structuren heel mooi uit. En ik hou meer van het wit structuur en het goud. Of zwart en structuur en goud. Dus nou, we hebben alle twee onze hart op kunnen halen, zeg. Wat leuk. En kun je ook een schilderij laten zien waar je alleen geschilderd hebt? Een schilderij van mij. En je ziet wel weer inderdaad de grove streken, het zwart en het wit. Ik doe ook heel graag met wat bruin. Dit is van Dijks bruin. Met wit samen geeft dat een hele mooie warme kleur, vind ik. Een beetje grijzig. Dat accordeert goed met zwart. Hier zit dus heel veel goud, als je dat tegen de structuur aan, maar ik hou ook van wit. Hier zit trouwens nog wat Australisch zand op, hè, dat geeft warmte en dat accentueert de diepte ook heel erg goed. Nou, dit is mijn favoriet en eigenlijk ook van heel veel klanten. Ja. En ziet er fantastisch uit. Wat kunnen mensen hier vinden? Nou, ik zit op de Capellestraat 42 in Sluis, okay. Zeeland. En tot wanneer zit je hier? Nou, zeker tot eind september. Oké. Okay. En ik hoop nog langer. Dus zie jullie graag. Oké. Okay. Nou, leuk je gesproken te hebben. Dank je wel. Ja, nou, vind ik ook wel.